www.deboodschap.today. Laatste mast in Sipaliwini moet algehele connectiviteit complementeren. Wanneer in Sipaliwini ook de laatste mast wordt opgeleverd in 2020, zijn we in staat gebleken om in 5 jaar tijd alle gebieden in Suriname te voorzien van mobiele communicatie en digitale tv. President Desiree Bouterse merkte in zijn jaarrede op maandag 30 september op dat voor de connectiviteit anno 2019 telecom en internet noodzakelijke behoeften zijn geworden. President Bouterse, Telesuur is een belangrijke trekker om onze connectiviteit mogelijk te maken. Wanneer in Sipaliwini ook de laatste mast wordt opgeleverd in 2020, zijn we in staat gebleken om in 5 jaar tijd alle gebieden in Suriname te voorzien van mobiele communicatie en digitale tv. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.